waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt. De moeite waard om, om even te vermelden. Ja. Of waren we de inspiratie een klein beetje kwijt door, door al het belang. Het gewoon is al wat gemaakt dat we het helemaal vergeten waren. Zijn we weer? Nee. We kunnen niet meer praten. Maar we moeten het opbiechten. We zijn gestopt met sport. Dit zie je, Merel die kan niet meer normaal de trap af. Dat is echt. Zet er even over de vrouwelijke ongemak. Alarm, maar het is dat. Het droger is klaar. Omdat we te lang draden zijn. Dus we moeten opschieten. Welkom bij deze, voor ons toch wel een speciale vlog. Want we beginnen eigenlijk, duurt eigenlijk de helft van de vlog, zijn wij jullie aan het bijpraten van wat er gebeurd is. Want we hebben wat keuzes gemaakt. We gaan het iets rustiger aandoen. Mm-hmm. En dat horen jullie straks allemaal. En daarnaast hebben we ook nog wat beeldmateriaal voor jullie. We nemen jullie even mee in twee kleine dingetjes hoe we inspiratie verzamelen. En wat hebben we eigenlijk nog meer? We hebben nog een stukje van dat we sale hebben. We hebben een stukje dat we de shop opruimen. Er komen nog wat stukjes voorbij van producten, denk ik ook. Ja, papier, dat soort dingen. Oh ja, ja, ik denk ze dat te denken. Nee, wat is dat ook? Ja. Dus al met al is het wel echt een goed gevulde vlog geworden met een redelijk serieus. Oh ja, we hebben ook nog gesport. Nee, we zijn gestopt met de sportschool. Ja, ja, maar we hebben wel gesport. Ja. Dus dat komt ook nog. Al met al is het wel een vlog met een boodschap. Dus, en we zijn heel benieuwd wat jullie ervan vinden. En jullie kunnen in ieder geval vaker dit soort dingetjes weer verwachten van ons. Maar goed, heel veel kijkplezier. Ja. En dat was het. Yes. Ja, we zitten weer eens op onze vertrouwde stekje. Ja, het is een hele tijd geleden en daar willen we jullie ook eventjes over bijpraten. Mm-hmm. Er is heel veel gebeurd, het is enorm druk geweest. En jullie hebben het waarschijnlijk ook wel gemerkt dat we wat minder aanwezig zijn. Ja. Dus we dachten, we gaan jullie eens eventjes bijpraten over wat er allemaal is gebeurd en waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt. Ja, want dat vinden we ook belangrijk om naar jullie toe gewoon open over te zijn, want dat is best wel de moeite waard om even te vermelden. Ja, allemaal. Ja, want de afgelopen tijd is het echt enorm druk geweest. En achter de schermen moet er zoveel ingeregeld worden om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Zo ook bijvoorbeeld met de wholesale. Er komt echt ontzettend veel werk bij kijken. De plannen die we hebben. En op een gegeven moment hebben we de laatste tijd geëvalueerd van wat willen we nou. Hè? Mm. We zagen elkaar ook weinig meer. Het was gewoon zo efficiënt mogelijk werken. Om zoveel mogelijk gedaan te krijgen. Dat we ook echt bij onszelf hebben gedacht van, is dit nog wel wat we willen? Ja, vinden we dit nog leuk? Is het op deze manier nog, nog hoe we het willen hebben? Ja. Ja, en we hebben besloten dat we toch wel wat anders willen. En ook voor onszelf hebben gezegd tot hier is het wat we van elkaar weg zijn. Bezig zijn op de achtergrond. Aan het knallen zijn om alles in elkaar. Gewoon voor elkaar te krijgen. Ja. Dus we hebben een aantal beslissingen genomen. En één daarvan is dus de wholesale dicht te gooien. Ja. Zodat alles wat erbij komt kijken, daar hadden we echt geen idee van. Nee, en het is bizar. Het is, weet je, op de voorgrond zie je maar heel weinig. Maar het is echt, achter de schermen is het zo bizar veel werk. Ja, ja. En we hebben besloten van we willen terug naar waar het allemaal mee begon. Mm-hmm. We willen producten designen. We willen ideeën die we hebben omzetten in iets tastbaars, in een product. Kijken of dat lukt. Zoals jullie weten, we designen alles zelf. En dat kost gewoon heel veel tijd. En we konden weinig meer daarnaast doen dan doorgaan. Ja, en ook de interactie met jullie vinden we superleuk en ook heel belangrijk. Dus dat is ook iets waarom we hebben gezegd van, we moeten nu echt keuzes maken.
En dit moest voor ons gewoon echt wel blijven. En het moest niet op de achtergrond verdwijnen. Dus, nee. Dat, dus we gaan een stapje terug doen. Mm-hmm. Terug naar waar het begon. Meer content maken voor jullie. Lekker de interactie met jullie gewoon aan blijven gaan. En natuurlijk het designen van nieuwe producten. Dus we gaan gewoon lekker door met het lanceren van nieuwe items. Ja, ja, we hebben nog heel veel plannen die ook al jaren op de planning liggen, ook letterlijk. Ja, ja. Want hoe lang willen we al niet workshops doen? Dat was eigenlijk, dat was naar de Creadoe, toen we daar zelf workshops hadden gegeven. Dat is al 4 jaar geleden. Het is echt, en er gebeurt natuurlijk veel en het zijn allemaal keuzes die je maakt. Maar nu hebben we echt bewust voor gekozen om gewoon terug te gaan naar... Waar het allemaal begon eigenlijk, waar het echt mee begonnen is. Inspireren. Ja. En zelf waren we de inspiratie een klein beetje kwijt door al het belachelijke harde werk van de afgelopen tijd. Ja, dus Cozy Inspo's willen we ook weer maken. Ja, we zitten hier nu. We zeiden net, jeetje, het voelt helemaal weer alsof we weer Cozy Inspo gaan. En die gaan zeker terugkomen. Ja, dus jullie kunnen van ons verwachten meer van ons en meer inspiratie, meer interactie. We willen ook ook jullie feedback hebben voor productontwikkeling, voor designen. Willen jullie misschien ook dat we met z'n allen live gaan tekenen of schilderen, dat soort dingen. En productontwikkeling en jullie input horen we natuurlijk altijd graag. En dus ook bij deze. Dus je mag het allemaal, alle comments mag je hieronder achterlaten. Mm-hmm. Dit filmpje, stuur ons een mailtje, een DM'tje. Dus dat kan natuurlijk allemaal. Ja. Ja, maar je kan alles laten weten als je zegt van ik wil een nieuw product zien of dit mis ik. Of laat het gewoon weten. Ja. Want waar een deur sluit, gaat een andere zeker open. En dat, dat gaat helemaal goed komen. Dus, dat was eigenlijk onze... Dit was onze spreekbeurt. We wilden het wel even kwijt. Ja. En, want jullie hebben natuurlijk waarschijnlijk ook gemerkt dat we echt een beetje van de radar afwaren de afgelopen maanden. En... Ja, en ook nu, dit willen we niet meer. Nee. We zien elkaar ook bijna niet. En dit is gewoon veel leuker zo. Ja. Ja. Dus we gaan weer lekker met de frisse moed aan de gang voor jullie. Niet ophalen. Weer die wekker! Nee, dat is toch wat? Het is weer bijna 2 uur. Wil je weten waarom we dit hebben? Kijk, Cozy is volgens mij de eerste of de tweede aflevering. Eerste volgens mij. Ja, toen ging die wekker weer. Ja, ja, want het is nu 5:00. Precies. Dat is wel echt goede timing trouwens. Ja. Dus in deze vlog waarschijnlijk ook nog wel wat stukjes hier en daar van de dingetjes. En tot binnenkort maar weer. Ja. Nou, dit dus. We hebben dus net het stukje van jullie opgenomen. En we hebben helemaal een soort stelling gebouwd, zodat die camera een beetje in het midden zit van het licht. En nu gaan we hier zitten, we hadden de camera dacht dat, en we hadden gewoon eens al wat gemaakt dat we het helemaal vergeten waren. Er zit gewoon een houder in die lamp en die hebben we gewoon allebei niet gezien. Het is we zijn het gewoon helemaal ontwend of zo, maar het komt goed. Ja, we gaan ons best doen. Het is de volgende dag, we hebben gisteren een stukje voor jullie opgenomen en daarbij ook allemaal dingetjes vergeten te vertellen waar we nu achter komen. Dus vandaar hier nog even een paar mededelingen. We kregen al vragen of wij ook op beurzen staan, maar we hebben ook besloten naar aanleiding van dit alles om voor nu eventjes niet dit jaar meer op beurs te staan, om lekker met onze projecten bezig te zijn. En wie weet wat er op ons pad komt, het kan altijd, maar het uitgangspunt is eventjes tot het eind van het jaar geen beurzen voor ons. Ja, en daarnaast zijn we natuurlijk, dat hebben jullie ook wel in de gaten, heel druk aan het opruimen in de shop. En het komt omdat wij nu gewoon... ruimte nodig hebben. Ja. Want wij gaan natuurlijk alles bij onszelf houden. Dus, goed. We hebben ruimte nodig voor voorraad. En dat zijn we nu aan het creëren. Ja. Ja. Dus zoals jullie ook hebben gemerkt. We hebben ook heel veel afscheid genomen van merken. Mm-hmm. Op een enkele na. En dat is nu bijna bijna gereed, denk ik. Ja. Ja. Alle demo spulletjes. De sale. Toen hebben we eigenlijk nog meer allemaal opgeruimd. Alle mystery pakketten. Oh ja. Ja, alle vintage papieren, alle boeken die we de afgelopen jaar verzameld hebben, zijn
allemaal weg nu. Ja, heel veel tapes zijn in de aanbieding, want we moeten ruimte maken in de kasten voor nieuwe tapes. Ja, we gaan gewoon door dus. Ja, alleen we zijn met grote dingen zijn we gestopt. Dus we zijn voor nu, denken we, of zo. Ja. En anders laat het jullie weten. Komen we weer even in de lucht met nieuwe inzichten. Ja. Zijn we weer? Nee. We zijn, zo komen we, het piept nog steeds, dus we gaan echt even aftaaien. Mm. De dankjewelkaarten. Mocht je wat variatie in je pakketjes vinden. Of dat hij er niet in zit. Of, dat klopt. Ja, dat kan kloppen. Ja. Want ook dat is in de drukte gewoon helemaal even... Totdat je denkt, hey, we hebben geen dankjewelkaart. Dat je in de kast kijkt en denkt, oh, dit was het laatste stapeltje. Dus we gaan nu even een nieuw kleurvariant ontwerpen. Want dat is natuurlijk ook leuk. En dan ontvangen jullie hem binnenkort weer bij je bestelling. We kunnen ook niet meer praten, maar we moeten wat opbiechten. We zijn gestopt met sportschool. Ja. Dus we gaan hier in de tuin even zelf sporten. Ja. En we gaan nu weer verder, want anders loopt de timer af en dat is vals spelen. Het is gelukkig lekker weer, maar jeetje mina. Ja, dus let's go! We hebben net gesport. We zijn een beetje blust. Blust en uitgeheigd ook al. Ja. We zitten nu lekker aan een bakje. Cappuccinootje erbij. En zowaar gaan wij nu eindelijk producten testen. Dat willen we eigenlijk al een hele week doen. Mm-hmm. En we gaan even rustig uitrusten en leuke dingen kijken. Het is een merel. We hebben gesport. Heel intensief. En Merel die kan niet meer normaal de trap af. Dat is echt. Ze hebben een klein beetje spierpijn. Ja. Of een klein beetje geen spierpijn. Dat is verschrikkelijk. Ik loop als een oma van de trap. Maar goed. Hey. Ik wou net zeggen, kunnen we het even hebben over de vrouwelijke ongemak? Ik heb best veel spierpijn en ik ben net ongesteld. Dat mag op de video, maar echt, ik loop eens... Thijs zegt net, wat loop jij raar? Ik liep zo. Oh, gossie. Nou, dan moeten we maar een cappuccinootje drinken, echt denk zo. Echt zo, jeetje, wat een timing. Zit. En we gaan er even voorzien van een cappuccino. Merel gaat cappuccino zetten. Nee hoor. Laat maar eventjes. En wij gaan straks even een go geven aan een aantal dingetjes. Wat mails opstellen. We moeten nog wat andere dingetjes bekijken. En we gaan even de sale van gisteren inventariseren. En weer even op stories de huidige stand van zaken. Ja, want er was net nog eentje in DM's. Die moet ik even... Moet op sold out zetten. Ja, dus dat gaan we even doen. Het gaat goed. Kom maar. Ja, ik heb zeer. We zijn bezig met de vlog en we zien twee stukjes film van, nou, ik denk een jaar of drie terug. Vier zelfs, denk ik. Nou, drie, denk ik. Ja, die staat nog steeds op de iPad. Ja, dus die gaan we even toevoegen hierna. Het is een heel klein stukje over dat wij, voordat we altijd iets in de shop nemen, het uitgebreid testen. Dat hebben we ook met waterbrushes gedaan. Getest met Ecoline op verschillende papieren op een... Ja, allemaal tegen elkaar aangehouden. En die piep is niet een alarm, maar het is dat het droger is elke klaar. Elke keer een piep van zijn. Omdat we te lang draden zijn, dus we moeten opschieten. Dus een klein stukje film nog, wat we op de iPad hadden staan. En dan kan het ook weg. En, Kijk mee. 10 uur. We zijn in de shop en we gaan nu sale voor jullie kijken. Nou, tegen de tijd dat deze vlog komt, dan is het natuurlijk allemaal weer geweest. Dus we hebben dan planner sale. We hebben decoupage. En we gaan hierachter ook aan de gang met de demo materialen die we echt maar één keer hebben gebruikt. Misschien twee keer. Die gaan we ook allemaal voor een leuk prijsje aanbieden in een pakket.
Ja, dus je kan altijd nog even kijken op de website of er nog iets beschikbaar is. Want het zijn allemaal onwijs leuke spulletjes. Ondertussen zijn we van het kijken van, het komt goed. Ja. Eerst gaan we nu naar de brunchbar, even wat eten. Eten! Natuurpapieren inserts te maken voor jullie. We hebben hier eventjes de volgorde neergelegd. En hier liggen alle gesneden papieren. En dan gaan we ze zo meteen lekker samenstellen tot inserts. En dat is leuk als je een setje papier wil meenemen, compact. Of als je erin wil werken, dat is natuurlijk ook te gek. En dit wordt de variant met wat lichtere kleurtjes. En dan hebben we ook nog een variant, die gaan we strakjes maken met wat groffere en wat een beetje zandkleurige papieren. Dus dat wordt helemaal leuk. We zijn hier op het strand om inspiratiemateriaal te verzamelen voor schelpjes en zo. Dus we zijn schelpjes aan het zoeken. Hele mooie bloemetjes, dus die gaan we eventjes op de foto zetten en in onze inspiratiedatabase zetten. Kijk eens, wat mooi. Nou, dat is toch hartstikke mooi om even te bewaren als beeldmateriaal. Dank jullie wel voor het kijken allemaal. En superleuk dat je tot het einde hebt volgehouden. Ja, want het was een lange deze keer. Altijd leuk als je berichtjes achterlaat. Ja, laat even weten wat je ervan vindt allemaal. En dan wensen we jullie allemaal een hele fijne dag. Ja, en vergeet niet te abonneren op ons kanaal als je op de hoogte wilt blijven. Want er gaan heel veel leuke dingen aankomen. Ja,